Ik ben niet Aaf van het Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Angst. We gaan het hier hebben over angst. De do's, de don't van angst. Is angst erg? Is angst... Heb je het wel, heb je het niet? Heb je het wel, heb je het niet? Hoe zet je het in? Hoe zet je het in? Herken je het bij anderen? Maak je daar gebruik van? Maak je daar gebruik van? Ben je angstig voor de angst? Ben je bang voor Glennis Grace? Oh, mooi. Ben je bang voor Glennis Grace of voor Anouk? Daar gaan we het allemaal over hebben. Of Claudia de Breij. We gaan het allemaal erover hebben. En we hebben natuurlijk een suikeroompje. HelloFresh. HelloFresh. Ja. Wie kent ze niet? Wie kent ze niet? En wie ze niet kent, dan gaan we straks allemaal uitleggen wat het dan precies is. Dan worden is. Je even helemaal bijgepraat. Dan hebben we een, nou, roddelblad. Niet de Linda, dacht ik. Ja. Dat is een maandblad. Maar ik dacht, het is wel goed om die te bespreken. Omdat daar zijn allemaal veranderingen deze maand natuurlijk. Ja. Ze staat voor de allereerste keer niet zelf voorop. Nee. Zij staat er altijd voor zelf bij. In ieder geval als er andere mensen zijn, staat zij er ook bij. Linda heeft nou gekozen om er niet bij te staan. Dus dat is ook interessant om even aan te stippen. En dan hebben we een probleem natuurlijk. Zeker. En we beginnen altijd eventjes van, hoe is het met je? Hoe was je week? Hoe was je week? Waar ben je mee bezig? Hoe is je stem? Mijn stem, ik ben lekker bij stem. We hadden het partijtje van Ben, van mijn zoon. En dat was natuurlijk weer 27 keer uitgesteld. Hoeveel is zijn verjaardag? 12. 12. En hij ging met zijn vriendjes karten en lasergamen in zo'n soort van hal. Weet je wel, daar heb je alles. Daar heb je karaoke, daar heb je bowlen, daar heb je rollerdisco. Henk van Straten-achtige... Het is een crazy boel. Ja, Henk van Straten was waarschijnlijk aan het skaten in een hoek. Zijn zoon zat zich te vervelen. Met zijn pet andersom. Ik heb in mijn eentje nog best wel lang zo'n basketbalspel gedaan. Weet je wel, heel veel basketballen in een basket gooien. Nou, dat is superleuk. Euro ingooien, euro plezier. Maar wat ik altijd grappig vind, als ik naar dat soort speelparadijzen ga, dan krijg ik altijd appjes van de andere ouders, van wie de kinderen dus mee zijn. Van, oh, is het daar de hel? En heb je je oordoppen al in? En, ja, ik vind het daar heerlijk. Oh. Ja, echt waar. Ik vind, ik wil niet opscheppen, maar ik kan dus heel erg genieten als mijn kind enorm loopt te genieten. En dat was er, want hij mocht in een kart keihard rondjes rijden met een helm op en zo. En dan mochten ze met champagne spuiten, net als Max Verstappen. Nou, dat spuiten was geloof ik niet helemaal de bedoeling, maar ze kregen een fles champagne. Champagne? Nou, kinderchampagne. Kinderchampagne? Ja, dat krijg je dan, weet je wel. Ben ik tegen? Ja, ik weet het, maar ja, ga dat maar vertellen daar. Ja. En ze kregen dan allemaal hele vieze cupnuggets met een heleboel ketchup eroverheen. Nou ja, alles was vies en lawaaiig. Maar ik hou daar echt heel erg van. Je had hier vroeger in Amsterdam, dat is net opgedoekt, de Tunfun. Dat was gewoon een tunnel. En daar hadden ze een speelparadijs van gemaakt. Dus nou ja, paradijs is wel een groot woord. Maar ja, je had overal klimrekken en schommels en heel veel gegil. Ik kwam daar heel graag met mijn kinderen. Tilburg had je Lolland. Lolland? Was dit in jouw tijd of is dit recent? Niet in mijn tijd. Lolland. Lolland, ja. Kon je lol hebben? Ja. Ja. Kwam jij daar graag? Nou nee, ik ben er nog nooit geweest, maar ik vond de naam vind ik zo goed. En nee, wij gingen vroeger, we hebben wel een keer naar Eindhoven geweest en daar was ook zoiets, maar daar kon je, daar was eigenlijk tussen Madurodam en de echte grote. Dus dan had je bijvoorbeeld, dan mocht je zelf achter de kassa zitten van de supermarkt. Dat is een supermarkt nagebouwd. Leuk, maar dan voor kinderen. Zo, ja, dat was superleuk. Oh, daar wil ik nu ook heen. Ja, dat vond ik zo leuk verzonnen ook. Ja. En dan kon je dus gewoon heel de serieuze wereld. Want je deed thuis, deden wij wel eens postkantoortje spelen en winkeltje. Zo. Nou, hadden ze dan winkeltjes en dan mocht je dan instaan. En dan, daar herinner ik me dat dat super. Idee. Ben ik me één keer naartoe. Hoe oud was je toen? Toegebracht. 30. Ik denk dat ik 7 was of zo. Als 6. Oh, maar dit vind ik fantastisch. Ja, vind ik een goed idee. Het is goed idee om te maken als mensen het luisteren. Misschien nu in die leegstaande tunnel, want die is dus nu leeg. Want dat is dus over de kop gegaan, weet ik veel. Ik kwam maar alleen maar met mijn kinderen, verder niemand. Nee. Maar ik kan dus heel erg genieten van spelonkachtige ruimtes met harde muziek. Precies, en entrepreneur. Voor Sander Schimmelpenning bijvoorbeeld, die kan het zo gaan beginnen. Want dat die houdt altijd van nieuwe zaken opzetten. En ja, zo. En hij heeft mij laatst in zijn eigen podcast, zei hij ineens... ik ga over 3 jaar ga ik helemaal uit de media. Ja, geloof je het zelf? Nee, ja, nee, natuurlijk niet. Dan zit hij altijd over zijn oksels in. Nou ja, ik geloof hij is de media. Dus het lijkt me lastig als hij zich eruit terugtrekt. Ja, daarom, wat blijft er dan allemaal over? Verschrikkelijk zijn. Dan is er niemand meer om over te praten. Sorry, ik heb een beetje bananen.
Als een kaart huiselijk kaarden mee. Ja, dan is er geen... Nee. Maar goed, dus mocht Sander zich wel willen terugtrekken uit de media... kan hij misschien zoiets gaan doen. Holland oprichten. Opzetten in Kroatië. Maar ja, dus want van die feesten inderdaad. Want dat wordt steeds groter hè, voor kinderen, lees ik dan verhalen goed, over. Nou ja, dit vind ik nog te doen. Karten en lasergamen. Nou, dat is best wel echt. Maar ja, je moet er ook wel over nadenken. Die kinderen hebben gewoon 2 jaar helemaal niks meegemaakt. Dus ik vond dat hij wel even lekker mocht uitpakken. Ja. Voor mijn part was hij met zijn vrienden naar Zwitserland gevlogen. Ja, die kinderen hebben zich zo stierlijk verveeld de afgelopen 2 jaar. Ja, jij hebt er helemaal geen... Ja, nee, we hadden vroeger ook niks, ja. Nee, ik had ook helemaal... Ja, nou, ik ging altijd naar de Linnaeushof. Dat was toch ook best wel happening. We zaten gewoon buiten. De grootste speeltuin van Europa. Ja, maar die was dan toch gewoon open, of niet? Ja. Oh, nee, dat was ook allemaal dicht, denk ik. Oh, wat nou was ja, allemaal... dat is meer voor kleuters, hè. Oké, nee, maar ja, als kind veel. Nee, anyhow. Maar goed, het is gewoon meer dat ik grappig vind... dat er onder ouders een soort code bestaat... dat je het allemaal afschuwelijk moet vinden. Oh, precies. Terwijl ik denk... Dat was jouw punt. Dat wou ik even zeggen. Ik dacht, volgens mij denk ik dat ik geen punt heb. Dat ik ga er altijd vanuit dat je uiteindelijk... na lange wringen... Meestal pas na de podcast... ergens wel een punt uit wringen op een gebouw staan, dan kom ik to the point. Ja. Maar goed, dat is dat. Nou, ik had deze week ook weer iets... was wel typisch. Ik was... Er was in Tilburg stond er voor een winkel. Die winkel stond op de deur dat het om 12:30 open zou gaan. Maar er stond ook een andere stickertje dat om 13:00. Maar we dachten, nou... Er stond 2 keer 12:30, 1 keer 13:00. Dacht nou, 12:30 zal wel... Ja. Stond om 12:30. Het was een theewinkel. Dus we stonden voor de deur. Nou, jij stond natuurlijk weer te trappelen. De deur, nou ja, als je denkt, goh, dan ga ik even naartoe. Nou, denk ik, nee. Maar er was helemaal geen teken van leven. Nou, er stond een deur open in de verte. Er kwam licht uit. Dus we dachten, er lijkt wel iemand te zijn. Maar goed, niemand deed open. We dachten, nou, doen we nog een rondje lopen. Dan komen we direct wel weer terug. Dus we kwamen rond nu of 1 terug. En toen op een gegeven moment ging ineens de deur open. Dus, en er stonden al mensen te wachten. Dus die gingen binnen. En zo, nou, toen werden wij geroepen. Toen zei die man van, ik zeg gewoon, want ik kan het er niet laten natuurlijk. Ik zeg, hoe laten we je nou precies open? Want wij dachten, oh god, al die man zich ontvallen. Ja, ik ben assertief. Hè? Soort, niet Glennis Grace, agressief, assertief. Je rookt niet in winkels, maar je knokt wel met winkeliers. Ja, maar altijd al verbaal. Dus, toen zei die man, nee, wij gaan altijd om 12:30 open, zegt hij. Maar ik had een functioneringsgesprek en dat liep uit. Oeh, nou, over thee. Over de winkel. Ja. Maar die winkel is het belangrijkste, zou ik denken. Dus, zou je denken? Dus je zou denken dat wat er ook gebeurt... In dat waar je ook bent in het functioneringsgesprek... of wat er ook... dat in ieder geval om 12:30 die deur open moet... en dat je dan later nog wel eventjes de rest van het gesprek gaat doen. Nu gaan we thee verkopen, de rest komt straks. Ik kan me geen... Ik kan me niks voorstellen dat ik in een functioneringsgesprek zou zitten... over... podcast kan niet, want dat kunnen we zelf gewoon. Dat beginnen we pas een half uur later. Maar ik bedoel, over iets wat. Nou, bijvoorbeeld over een theater. Het begint om 7:45. Ik ga vanaf 10, maar dan ga ik dat weer doen. Dus om 7:15 begint het. Dat ik dan een functioneringsgesprek met je technicus, heb. Dat het 7:15 wordt, dat het 8:30 wordt, dat het 8:45 wordt. En dat je dan denkt, nou beginnen we. Dat vind ik. Nee, het is heel wonderlijk. Ongelooflijk. Het enige wat ik nu kan verzinnen. In favor of de theewinkel, is dat er misschien sprake was van iets heel heftigs, zoals grensoverschrijdend gedrag. Thee overschrijdend. Ja, dat iemand met thee-eieren had gegooid. Foto's. Of die allemaal ergens had ingebracht. Precies. Thee-eieren. Dus je denkt, die kan je niet meer verkopen, Thea. Maar Thea van die thee-eieren zijn overal nou geweest, nee, Thea. Die kunnen we echt niet meer verkopen. Of Liesbeth, want we mogen geen Thea meer zeggen. Nee. Liesbeth. Harry. Het kan ook een man zijn geweest. Kan ook een man die zijn schijnen geweest. Ook wel eens grensoverschrijdend gebracht. Met thee-eieren. Ja. Nee, zeker. Maar dan nog zou ik denken, je bent nu in ieder geval even geschorst. We parkeren het even. Je bent nu eventjes geschorst en je mag niet meer bij de thee-eieren komen. Maar dan gaan we dan straks om 6:00, als we dicht gaan, kom je even napraten. Terug. En dan gaan we het napraten. Ja. We gaan nu in ieder geval de deur open doen. Want ik zie ook, er staan mensen buiten. Mensen willen Earl Grey. Ja, Earl Grey. Maar ze hebben ook hele dure theeën en zo daar. Argiling. Ja, van die theeën. Ja, van eerste persing en zo. Is het niet een. Of is het koffie dat door een kat wordt opgegeten en uitgepoept? En dat is dan. Dat is koffie. Kattenpoep. Dat is dan koffie. Dat kan ik ook gewoon maken. Ja, dat kan iedereen maken. Dat maakt mijn kat. Precies. Ja, daar. De lopende band. Ja. Maar krijgen die koffie te voeren? Nee, het is geloof ik apenpoep.
Nee, nee, het is, zeker een kat. Het is zeker een kat, ja. Ja, het is hele dure koffie, sowieso. Maar doen ze dan bonen geven aan de kat? Dat zou eigenlijk eenmalige persing. Ja, ik denk dat ze hem koffiebonen geven, zeggen dat het brokjes zijn. Ja. Dan poept hij het uit en dan heb je koffie. Ja, zoiets tenminste, is het, dan heb je, dan heb je prut waar je koffie van kan maken. Ja, precies. Ja. Over koffie gesproken. Oh. Ja, over koffie gesproken inderdaad. Eten, drinken. Hello Fresh wou je al naartoe. Dus ja. Vroeg in het gebeuren, maar dat doen we elke keer weer anders. Had? Ja. Hello Fresh bezorgt maaltijdboxen. Dat is onze suikeroom. Ze bezorgen maaltijdboxen. En wat ik altijd ingewikkeld vind, hebben we het volgens mij al wel eens over gehad, dat ik denk, wat eten we nou vanavond weer? Maar dat is dat door is een die hele Fresh moeilijke opgelost. Vraag. Ja, want zij komen gewoon met recepten en alles precies af. Ja, die kan je dan wel kiezen, zeg maar. Maar dan heb je bijvoorbeeld op zaterdag kies je dat voor de week. En dan weet je, dat eet ik dan dinsdag. Dan hoef je daar niet meer over heerlijk na te denken. Zo ontzettend fijn. Ja, dat is super, super prettig. En je hebt in ieder geval ook weet je dat het een goede maaltijd is. Dat vers. Dat het vers is en dingen. En ze brengen het wanneer jou het uitkomt. Ja, je kan ook staan niet ineens met die box voor je neus als je helemaal niet thuis bent. Nee, dus dat is super fijn. En we hebben volgens mij ook een kortingscode. We hebben heel veel korting. Ontvang tot wel €75 korting op je eerste vier boxen met de code HELLOMMA75. Dus eigenlijk HELLOMMA75. Ja, maar dan nog een M erbij. HELLOMMA. Helloma. Oh, Helloma. Niet Helloma. Ja, precies. Helloma, ja. Ook wel bekend als Hello MMA75. Allemaal aan elkaar. Ja. Tot wel €75 korting. Ja, dat is superveel. Op de vier boxen. Ja. Nou ja, dat is Hello Fresh. Lekker gevarieerd eten. Welkom bij onze club. In de familie. Ja, maar herwelkom, zeg maar. Opnieuw welkom. Ja, altijd welkom. Altijd welkom. Hallo, Fresh. We gaan naar het thema. Het thema. Oeh, we hebben een heftig thema vandaag. Angst. Jeetje, Marmarie, wil jij beginnen? Zal ik beginnen? Begin jij maar. Ja? Of ben je bang? Nou, eigenlijk wel. Nou, ja, ik denk wel eens bij mezelf dat ik een gegeneraliseerde angststoornis heb. Oh? Ja. Ik hoorde die term pas heel laat in mijn leven, anders had ik een heleboel dingen makkelijk kunnen verklaren. Maar... Ja. Ik ben natuurlijk echt heel onhandig. Ik bedoel, fysiek. Dus dat helpt niet bij dingen doen. Maar ik durf zoveel dingen niet. Dus fysieke dingen zoals autorijden en koorddansen. Koorddansen? Nou ja, gimmen. Sowieso gimmen. Over een muurtje lopen. Wel met hakken aan. Dat moest ik een keer een fotoshoot doen. Dat heb ik ook gewoon geweigerd. Maar ik denk gewoon bij heel veel dingen van... Gaat mis. Gaat valikant mislopen. Ik zie heel veel beren op de weg. En dit gaat dus ook over dingen als van... moet ik deze klus gaan doen? Of moet ik dit werk aannemen? Of ja, het gaat altijd met best wel veel angst gepaard, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook de angst van... ik ben bang dat ik direct in het water spring? Nee, dat hebben sommige mensen. Nee, die lopen over een brug en die zijn bang dat ze in het water gaan springen. Nee, dat heb ik nooit gehad. Okay. Nee, gelukkig niet. Nee, je hebt natuurlijk allerlei gradaties. Bij mij is het meer van, loopt het allemaal wel goed af? Precies. Daar heb ik echt... Je hebt eigenlijk beren die constant op de weg lopen. Ja, ik heb altijd rode maar vlaggen beren in hun hand. Ja, en alarmbelletjes. Ja. Ja. En met een t-shirt aan waar nee, niet doen op staat. Ja, oh mijn god. Ja. Ja, dus daar word je soms wel echt helemaal knettergek van. Ja. Eerlijk gezegd. En heb je altijd gehad? Altijd, denk ik. En dan kan je niet... Zover ik me kan herinneren. Rationeel wegpraten in je hoofd. Nou ja, het grappige is dat het soms helpt om tegen jezelf te zeggen... dit is allemaal angst. Dus dan zet je het even los van wat het eigenlijk is. Bijvoorbeeld van, ik moet straks... met die en die gesprek voeren... en gaat dat dan wel helemaal goed komen of zo... Dan denk je, nou ja, eigenlijk feitelijk gezien zit gewoon het angstige stemmetje nu je bang te maken. Maar je hoeft niet, het is helemaal niet zo raar wat je nu moet doen. Was je in het begin ook bang voor de podcast of niet? Nou, niet heel erg, moet ik zeggen. Dus ik ben niet voor alles bang. Nee. Nee, maar dat vind ik soms ook een beetje raar. Maar volgens mij hebben veel mensen dat die wel een beetje van optreden houden en zo. Die zijn voor heel veel dingen bang, maar dan niet voor optreden. Ja, ja. Niet voor op een podium staan of een podcast maken of achter een microfoon gaan zitten. Daar zit dan veel minder angst. Oké. Maar ik ben dan wel een beetje bang dat ik denk van... het moet wel leuk worden, maar dat vind ik wel vrij normaal. Dat is meer gewoon een soort zenuwen. Ja.
Ja, ja. Dan vind ik geen angst. Nee, angst is iets anders. Ja. Maar ik vind het dus wel vervelend dat ik... Ja, dat ik eigenlijk gewoon bij heel veel dingen denk... Oh nee, dat gaan we niet doen. Daar gaan we niet aan beginnen. Ik denk, ja, je mist ook wel veel op die manier. Ja, want je zegt er wel veel dingen voor af. Ja, nou, ik probeer dat wel echt minder te doen. Maar, nou ja, gewoon alles met fysieke dingen gewoon doe ik niet. Dus schaatsen, of bungee jumpen, of... Ik mocht een keer... Je doet toch wel allemaal fysieke dingen? Die rent? Ja, dat is niet eng. Nee, ja. Ik ren over een pad. Ja, daar kan je... Nou, ik ben 1 keer over een wortel gestruikeld, maar... Steeds een litteken van. Gewoon een rode wortel, een oranje wortel of een boomwortel. Ik dacht een wortel. Ja, dat zou ik ook nog kunnen. Nee, maar ook bijvoorbeeld van een trap af. Of nou, bijvoorbeeld soms, dan ga je bijvoorbeeld een huis bezichtigen. En dan is het van, oeh, dit trappetje is wel een beetje steil. Nou, dan zeg ik al meteen van, oh nee, hoeft niet te zien die verdieping. Oh ja? Ja, dat vind ik echt een beetje raar. Dus dat. Ja, we vinden even deze maar nee, ik herinner me niet van bij een breakfast. Die hadden ooit een kamer boven. En die vrouw die was er nog nooit geweest. Die komt zelf die trap niet op. En die ook had, uit die angst. Nou, of wilde ze gewoon niet. Of fysiek ongemak. Oh, okay. Maar in ieder geval, die had daar boven een kamer. Maar die was zelf nog nooit geweest. Maar zij was de bed and breakfast houder. Ja, maar dan werd natuurlijk door iemand anders schoongemaakt. Ja, ik hoop het. Kan moeilijk tegen de gast zeggen. Als je daar bent, zou je heel eventjes... Hier heb je dat doek. Zij, want ik kan er zelf niet komen namelijk. Nee, nee. Dus dat liet ze dan wel doen. Maar het is wel wonderlijk dat ze daar zelf nooit kwam. Dat het een ongemakkelijke trap was. Wonderlijk. Ja, hè? Ja. Ik vind dat geen goede houding. Ik zou die bed and breakfast gewoon niet hebben gekocht. Nee, nee. Omdat ik dan al wist, ik durf die trap niet op. Nee. Nee, dus maar ik heb zelf dus minder angst. Ik heb eigenlijk net volgens mij het omgekeerde van wat jij hebt. Oh. Ik heb dus heel vaak dat ik dingen van werk af zeg. Omdat ik bang ben voor... Ja, weet je wat? Bijvoorbeeld laatst nog werd ik dan gevraagd in een programma om te komen zingen. Ja. En dan denk ik, nee, dat moet ik niet doen. Want dan ben ik gewoon bang. Dan als ik dan binnenkom, dat is met een heel groot, zo'n jazzorkest, zeg maar. En dan ben ik bang dat ik er dan binnenkom en dat zij allemaal dan stilvallen en naar mij zitten kijken. En als ik me dan omdraai, dat ze zo naar elkaar met hun ogen gaan rollen. Oh, en ja? Dat ik dan de eerste, en dan stel ik mezelf voor dat ik dan de eerste toon door een microfoon moet zingen waar al die mensen bij zijn. Nou, dan schiet ik al zo in de vlekken dat ik denk, ik ga het gewoon, als ik het gewoon überhaupt niet doe, doe ik het gewoon niet. Ja, maar dit is gewoon puur op hol geslagen fantasie van jou. Want hoe vaak ben jij nou bij een orkest geweest waar iedereen met zijn ogen ging zitten rollen en achter je rug naar elkaar zit? Nee, het is zo'n gek scenario eigenlijk. Ja, maar dat, ja, nou ja, ik heb dat nog niet zo. Ik heb wel met het Rotterdam Philharmonisch of zo, maar dat is zo'n groot orkest, dat zie je dat helemaal niet. Maar ik heb al heel snel dat ik denk, de eerste schooldag. Ja. Dus alles dat waar gevoel. Ik mezelf de eerste schooldag voel. Want ja. Ik had laatst ook met iemand anders. Zou ik een op zich is iemand die ik super leuk vind en hele mooie voorstellingen maakt. En die zou we samen voorstellingen maken. En dan denk ik toch, oh nee. Ga ik het toch afzeggen? Een soort feed-achtig. Ja, want dan denk ik, dan kom ik daar en dan ken ik niemand. En dan is en hij zit in zijn eigen omgeving. Ik kom dan als vreemde erbij. En dan denk ik, ik zeg het gewoon af. Ja. Daar dan heb baal ik wel je daar niet ontzettend van. Nee, ik heb nog nooit spijt gehad van iets wat ik niet heb gedaan. Ik heb wel spijt van dingen die ik wel heb gedaan. Maar ik heb nooit spijt, want er zeggen mensen altijd... Ja, dat zeggen mensen de hele tijd. Als je doodgaat, dan heb je meer spijt van dingen die je niet hebt gedaan. Nou, ja. Ik heb net andersom. Oh ja? Ja, ik denk altijd, ik kan niet genoeg afzeggen. Nee. Uit angst. Ja, uit angst, ja. Uit ja. Onversneden. Uit onversneden angst. Irrationele angst. Ja. 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 Nou ja, dat is wel waar. Waarom zou je er altijd doorheen beuken? Waarom moet je jezelf... uit een interview met Barbara Streisand... die zei ooit dat zij durfde dan heel lang niet op te trainen. Hè? Ze heeft echt, ik weet niet, 20 jaar of zo nooit live gezongen. En toen en haar therapeut had gezegd... je hoeft niet altijd op zoek naar je meest comfortabele zijn. Ja. Dus het is helemaal niet erg om jezelf even oncomfortabel te voelen... door daar ook te groeien. En dan zal je zien dat je vanzelf ook weer een soort comfortabel... maar je hoeft niet altijd op zoek... Nee, maar hij bedoelde dus ga optreden. Hij bedoelde gaan optreden. En ik ben dat met hem eens als je ambitieus bent en je wil allemaal van alles. Ja. Maar ik vind
ik ben verder met op mijzelf vind ik het ben ik het niet met hem eens, want ik heb geen enkele ambitie in van ik wil weet ik veel wat per se met allemaal orkesten. Ja, en waarom zingen. Zou ik mezelf in zo'n vervelende situatie brengen, ja, dat, ik niemand ken en dat ik daar alleen sta en dat er dan, ja, dan denk ik nee. Maar denk je dan nooit van, maar mogelijkerwijs wordt het juist heel leuk? Nee, dat denk ik. Dat is wat niet. Ik mezelf vaak aan zit te praten. Ja. Nou ja, ik vind het bijvoorbeeld, en ik moet eerlijk zeggen dat ik dit heel zelden doe, omdat ik het dus een vervelende situatie vind, naar een bol met een heleboel mensen die ik niet ken. Oh. Nou, dan moet je mij er echt ongeveer met een vorkheftruck heen, ja, brengen en er binnen, ja, douwen. Maar ik heb het wel eens gedaan, omdat het echt moest, weet ik veel, voor werk of zo. En het is ook wel eens voorgekomen dat ik daar dan gewoon een gezellig gesprek had. Oh. En dacht van, wat liep je nou te miepen? Ja. Maar dat staat wel een beetje in mijn top 1 van vervelende situaties waar ik liever helemaal niet in wil belanden. Nee. Ik vind het een wonder dat mensen zeggen van, oh, zo leuk. En dan ga ik naar een plek waar ik helemaal niemand ken. En dan ga ik daar met iedereen netwerken. Weet, ja, ik veel wat die mensen doen, joh. Ja, ik ben ook wel jaloers op, inderdaad, van die mensen die zo lekker. En dan, oh, dan heb ik de trein gehaald. Dan ga ik gewoon bij iemand op een bank slapen. Dat vind ik prima. En dan ga ik, ja, lekker met die. En die vader heeft me toen nog naar Zwitserland gebracht. En dat vond ik ook prima. Dan heb ik nog, ja, lekker kaas met mensen die ik niet ken. En toen ben ik weer. Nou ja, dat ik. Nee, ik, het staat ook heel ver van mij dat af. Dat snap ik helemaal niet. Ja. Maar dat vind ik wel fascinerend. Nou, ik eigenlijk zou ik best wel graag zo iemand willen zijn. Dus wat dat betreft, ja, ben ik wel een beetje jaloers op die mensen. Ja, ik ook. Mensen die altijd de positieve van iets nieuws inzien, ja, zeg maar. Ja. Die denken, god, dat is een leuke, dat is ook kans. Een ervaring, is, ja, een kans. En daar staan 4 mensen heel leuk met elkaar te praten. Ik ga er gewoon bij staan, want misschien, ja, zitten ze wel heel erg op mij te wachten. Ja. Ik denk dan, daar staan 4 mensen te praten. Die zitten echt niet te wachten op die stoorzender die ik dan ben. Nee. Dat is natuurlijk. Ja, dat is echt een andere manier van denken. Heel anders. Ja. Ja. Dus die angst, zeg maar, daarin een soort, toch een klein beetje een soort. Terwijl ik vind mezelf best ook wel een mensenmens, maar ook weer helemaal. Ik heb wel een vervormd beeld van mezelf. Dat ik altijd. Nee, maar dat ik denk, god, dat ik eigenlijk heel sociaal ben. Maar als ik er heel goed over na ga denken in mijn leven, ben ik helemaal niet. Ben ik wel sociaal als ik iemand helemaal ken. Maar hoe, ja, ik die mensen ooit heb leren kennen, vind ik een wonder. Want nee, dat toch gelukt is. Dat het ergens in een palletje bent gevallen, ja. Want waar zou ik mensen ontmoeten die, met nou, wie ik ga praten? Zo? Ja, maar mijn werk kom ik natuurlijk niet. Nee, veel dat mensen is ook tegen. Vrij solistisch. En het meeste wat nu komt, zeg maar, zeg ik dan af omdat ik denk, oh nee, dat is allemaal mensen die ik niet ken. Dus het is. Nee, dus dan komen er ook geen nieuwe mensen bij. Nee. Maar je hebt het natuurlijk. Dus mijn leven is een doodlopende weg. Een kulezak. Ja, precies. Nou ja, zo leer je natuurlijk, ja, wel mensen als kennen. Je als je gewoon wekelijks met iemand iets moet doen. Ja, wat ik bij mezelf heel raar vind, ik wil niet stoer doen, maar ik kan ook heel dapper zijn. Maar echt op het gestoorde af. Hani Schaft-achtig. Dat had ik graag willen zijn. Ja. Heb ik de kans niet toe gehad. Ik leefde niet in die tijd. Nou ja, maar meer bijvoorbeeld ruzie maken met mannen die, ik vind dat iets verkeerd doen, oh, maar waarvan je gewoon ziet, die kan mij doodmaken. En dat is gewoon gevaarlijk. Maar ik soms triggert. Zoals? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad, ik was met Gijs in de Albert Heijn en toen zag ik een man en die was heel naar aan het doen tegen de vrouw van de broodafdeling. Zo'n grote, pottige, ja, man, weet je wel, kaal, echt, ja, een engert. En die was helemaal van, waarom pak jij niet het stokbrood voor me? Ik zie het erachter liggen. Of weet ik veel, ja, was zoiets, iets, ja. Zo'n soort domme. En toen zei ik van, Jezus, wat ben jij triest. Dat je zo'n meisje zo loopt te behandelen. Hoe kun je, blablabla, begon ik heel erg boos, ja, tegen hem te doen. En Gijs had mij al echt op allerlei manieren, ja, stompen. Ja, want als er dus iemand schoppen, een klap krijgt, is het Gijs en niet jij. Daar heb ik nog niet eens. Nee, want zo kan nagedacht. Ik ook wel dapper zijn. Nee, maar als dit doe ik ook zijn, als ik in mijn eentje. Ja, superleuk. Maar je moet jezelf voorstellen dat als je als vrouw tegen een man zo het keer gaat, ja, dat je man meer in elkaar gaat en timmeren. En dat als hij denkt, ik ga hier iemand in elkaar timmeren, dan kiest hij Gijs en kiest hij niet jou. Ja, je hebt je punt. Hij is ons toen ook gaan achtervolgen tot in de parkeergarage. Dus ik voelde. Waarom in de auto gegaan? Nou ja, het was in Almere. Het was in Almere. Ja. Toen woonde Gijs nog in Almere. Dus wij moesten, ja, best wel snel naar die auto gaan lopen. Toen, ja, dacht ik ook, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Ja. Maar dit is ik krijg dan een soort, dus om het dapper te noemen is misschien niet helemaal goede woord meer. Nee, dat is niet helemaal het goede woord. Dat is een beetje alsof je achterop zit bij Hani Schaft en Hani Schaft het moeilijke werk moet doen en jij ondertussen zit, nee, te schreeuwen van achterop. Ik heb dit ook gewoon heel vaak in mijn eentje op straat in het verkeer en zo, dat ik gewoon ruzie ga maken, ja, met mensen die ik onredelijk vind. Nou, volgens, ja, mij heb jij dit ook wel eens aan zeker, je. Zeker, zeker.
dan denk ik van ja, als ik nou echt een scheiterd was, dan deed ik dat echt niet. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar dus waarom ben ik dan ineens blind assertief? Nee, dat is waar. Maar ik vind wel, als vrouw heb je wel iets grotere, minder kans om een klapje gezicht te krijgen. Worden, ja, ja, ja. Gelukkig dat ook nog nooit gehad. Nee, nee. Maar je moet jezelf wel realiseren dat als Gijs erbij zit, dat ik hem eigenlijk in gevaar breng. Dat je Gijs naar voren duwt. Ik ga nu alsnog sorry zeggen voor toen. Ja. Hij had ook gelijk, ja, hij had dus ook gelijk dat hij me allemaal. Maar ik vind het ook heel moeilijk. En daarin komt Hanny Schaft in mij dan weer naar boven. Om te zien hoe iemand, een of ander meisje, helemaal aan het intimideren is. Ja. Hij kan geen kant op. Ze staat die broodbalie. Ja, super zielig. 30 jaar jonger. Ja. Dan moet je. En dan zag ik die hele Albert Heijn andere kant op kijken. Nee, zeker. Dat vind ik toch wel heel erg. Maar goed, ik geef toe dat mijn rol in deze ook niet helemaal zuiver zo waanzinnig is. Eigenlijk dacht. Nee, het is niet helemaal. Maar goed, je hebt dan, je voelt daar dan geen angst. Nee, nee, nee. Nou, wel eenmaal in de parkeergarage toen hij nog steeds achter ons aanliep. Toen dacht ik, we gaan gewoon dood. Wat heb ik gedaan? Ja. Toen heb ik het wel even op een holletje gezet. Ja, het is altijd ingewikkeld. Ik heb bijvoorbeeld geen angst voor in een klein vliegtuigje. Of ik heb geen angst voor... Nee, dat heb ik eigenlijk ook niet. Dat soort angsten heb ik niet. Nee, dat is eigenlijk heel raar. Want dat is best wel eng. Ja, ik heb geen hoogtevrees. Ik heb geen... Maar zou jij bijvoorbeeld bungee jumpen? Ja, als dat zo uitkomt en voor een spel of zo. Ik zou niet zelf een afspraak maken om te gaan bungee jumpen. Ja, zou ik dat doen, ja. Oh ja, want al die spellen durfde ik ook niet te doen bij Wie is de Mol. Oh ja. Dus op een gegeven moment dacht ook Jan-Willem Roodbeen dat ik de mol was, want ik durfde nooit wat. Maar dat was gewoon oprecht... Jan-Willem Roodbeen? Ja, hoe ook weer? JW. Heet die Jan-Willem Roodbeen? Ik ga dit even googlen, maar... Hij is een radio-dj en hij zat prima. Bij mij in Wie is de Mol. Oh ja, nou. Nou, Jan-Willem Roodbeen. Roodbeen, een mooie naam. Iets in die trant. Ja, zoiets. Maar hij zegt, ze zegt steeds, ik durf dit niet, ik durf dat niet. Je durft het ook echt niet. Nee, absoluut niet. Oh ja, maar ik durf wel alles. Echt? Ja, ik durf ook wel... Ook abseilen en zo. Oh god. Ja, durf ik allemaal. Ik ben een paar keer in een... In zo'n luchtballon en zo. Oh, en, een luchtballon. Oh ja? Oh, nou, in Afrika. Nou, toen ik in Afrika was. Ik weet niet of ik wel eens verteld heb. Maar in Afrika zat ik in een... Ja, kom maar even dicht bij de radio zitten. Zat ik in een luchtballon. Boven de Serengeti, zeg maar, achter. Ja. Dus als je daar neerstort, dan komen de leeuwen. Dus nou ja, dan ben je toch al dood. Maak jou nee, dat hoeft niet altijd per se. Als je van laag... Neerstort met een luchtballon, dan ben je dood. Ja, het ligt een beetje aan van hoe hoog natuurlijk. Ja, oké, als je 1 meter... Nee, maar ik bedoel... Maar je kan er gewoon... Dat heet landen. Je kan zo langzaam zo neerkomen dat er langzaam lucht uitgaat of zo. Oh ja, dat maar is geval, als je daar neerstort, dan weet je... Dat zijn allemaal... Ja, dus wij kwamen op een gegeven moment zo in een boom terecht. En de bovenkant van een boom terecht. Nee, en ik zag het gewoon zo gebeuren. Die man zat allemaal de andere kant op te kijken. En ik denk, nee, maar daar. En dan zie je mij gewoon zo in een boom terecht gaan. Maar... Jullie kwamen echt in een boom terecht. In een boom terecht. En de anderen hadden dit niet door? Ja, natuurlijk wel. Want op een gegeven moment zagen we natuurlijk met z'n allen dat we in een boom kwamen. Ja. En toen sleepten die dingen ons gelukkig weer uit die boom. Die ballon. Jee. En onder waren allemaal wilde dieren. Die keken allemaal zo naar boven. Die waren al servetten neer aan het leggen. En borden. En wij zaten gewoon boven. Het was verschrikkelijk. Goed, toen voelde je wel angst, toch? Toen dacht ik wel eventjes, maar dan nog. Ik zou maar niet zo weer erg als iemand zegt, kom je lied zingen ergens? Nee, niet als ik kom een lied zingen, nee. Nee, we gaan de uitmarkt openen. Heel erg verschrikkelijk. Ik open liever echt elk jaar de uitmarkt dan echt één waar? Keer met een luchtballon in een boom nee, zit. Nee, never ever ever ooit. Nee. Ik denk wel eens als mensen over 100 jaar of zo terugkijken op deze periode in de showbiz, denken ze, wat is dat voor iemand eigenaardig die nooit ergens... Aan meedeed. Ja. Maar wel de hele tijd in een luchtballon wilde zitten. Ja, wonderlijk hè? Nee, ik zou wel iets meer van Claudia de Brein willen hebben, die je overal inderdaad ziet. Ja, en denk ik gewoon, lekker mee. Die volgens mij ook als ze niet uitgenodigd is, komt ze gewoon. heeft ze gewoon spullen. Maar waarom ging jij dan wel in een luchtballon? Ja, dat is Claudia weer. Dat leek je leuk. Dat was in Mark Marie in het Wild, hadden ze daar helemaal voorbereid, ja. Dus dan, en een keer in Brabant, ook over Tilburg, met Omroep Brabant. Kijk, ik zou het voor mezelf allemaal nooit organiseren. Maar als het er is, vind ik het hartstikke leuk. En luchtballon is best wel, bijvoorbeeld boven Tilburg, ik vond dat best wel saai. Want er is, als je eenmaal boven bent, denk je... Er zijn geen dieren, je kan niet... Je hoort alleen, overal hoor je honden blaffen boven. Dus je hoort de dat echoot heel erg. Auto's niet zo heel erg, maar die honden hoor je overal. Wonderlijk, hè? Jena's.
Dus, ja, dus jij vindt eigenlijk doodenge situaties, vind je moi. Ja. Gewoon officieel doodeng, want je kan doodgaan. En ja, lied zingen, dingen waar je eigenlijk hartstikke goed in bent. En ook al eeuwen je geld mee verdient. Oh ja, daar moet ik niet aan denken. No way. Ja, maar goed, dus angst. We moeten, we moeten sterren geven. Ja, ik wil dus even nog, voor ik zeg, het brengt me ook wel eens wat. Omdat ik zeg maar altijd denk in doemscenario's, voorzie ik een hoop situaties. Mm-hmm. Plan ik alles heel strategisch en goed. Dek ik me compleet in. En daardoor kom ik soms handig uit de race. Dit wil ik even zeggen voor de sterren. Want anders denk je, waarom geven ze meer dan één ster? Want hoeveel sterren ga je geven? Anderhalf. Daar zullen ze wel blij mee zijn hier. Ja, eindelijk een keer. Eindelijk een keer gewoon. Volgende week Hitler bespreken of zo. Dan ook een beetje weinig sterretjes. Nou, ik geef het 3 sterren. Wow, wat veel. Omdat angst mij ook behoed heeft van heel veel narigheid. Dus heel veel dingen die ik dus, nou bijvoorbeeld zo'n uitmaakt of weet ik veel wat. Ja. Door de angst doe ik dat niet. En heb ik toch nog het idee dat me dat heel veel rust heeft gebracht in mijn leven. Ik denk, nu had ik een rotdag kunnen hebben. Ja. De uitmaakt. Ja. Ja. Want ik weet nooit of ik nou geen ambitie heb en daarom allemaal die dingen doet. Of dat die angst groter is dan mijn ambitie. Snap je? Zo begint het nu wel een beetje te klinken. Maar dat kan ik nog niet helemaal zeker weten. Ja, maar dan zou je denken, ik moet er per se bij horen of zo. Zoals wel mensen die wij kenden dat hebben, die overal bij willen horen. Eigenlijk is het ook heel goed om gewoon te denken, waarom moet mijn ego de hele tijd deze bevestiging? Dat vraag ik me ook vaak af van dingen. Ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Precies. Dat heb ik niet zo. Ik heb niet zo'n bevestiging zoeken, ben ik niet zo heel erg. Nee. Dus dat is, vind ik heel fijn. En daar heeft de angst bij geholpen. Ja, dat is waar. Ja, ja. Dank je angst. Ja, dank je angst. Nou, dan gaan we door naar het blad. En dat is deze keer de Linda. Want de Linda is natuurlijk heel interessant deze keer. Omdat door alles wat er is gebeurd met Jeroen Rietbergen. De man van Linda of de partner. Ze is niet getrouwd, geloof ik. Ja, haar vriend. Ja. Ja, in ieder geval een penetratiecontact. Daar heeft ze ooit. Zijn foto's niet alleen maar haar. Maar goed, los daarvan heeft zij, omdat het allemaal zo heel erg was. Ja. En zij staat altijd op de voorkant van de Linda. Ja, en het zou ook een nummer over blij scheiden. Ja, dus dat was scheiden. Een heel lastig nummer natuurlijk. En dan zou de editorial, dus die column voorin, doet zij ook altijd al, zolang als het bestaat. En dat is nu dus niet. Nee, dus ze hebben heel acuut een noodnummer gemaakt. Ja. Dus ik ben de baas. Daar zou zij bij staan nog steeds. Want dat was wel het idee volgens mij hoor. Daar zou zij bij staan. En nu is het zonder haar gedaan. Ze hebben haar misschien al die hele fotoshoot al gedaan met die 4 andere vrouwen, haar er gewoon afgeknipt. Ja, dat kan. Ja, kan natuurlijk. Maar in ieder geval, of ze hebben hun heel snel bij elkaar. Ze hebben toch niks te doen. Britt Dekker, Anna Nushin. Iljuska. En Nikki Plessen. Oh ja, Nikki Plessen, die herken ik. Heerlijk. En dus die hebben ze samen op een ding gezet. Op de Linda. Ik ben de baas. Ja, en de editorial is deze keer dus van Karin Schwerink, dat is de hoofdredacteur van Linda. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dit dus een beetje jammer vind. Waarom? Omdat, wat ik zo goed vind, zij spiegelt zich volgens mij heel graag in Oprah. Ja. En wat van Oprah zo fijn is, vind ik, dat ze je meeneemt in hoe low of hoe high het gaat. Weet je wel, dat huilen op tv van ik kan niet afvallen en ik probeer het zo niet. En dat geeft zo'n gevoel van connectie. Ja, zeker. Dat dit al had hier maar gestaan, ik kan het niet deze maand. Of al had zij maar gezegd, het lukt me niet. Ze hoeft niet een heel column te schrijven. Nee. Maar ik had haar gegund dat ze had gezien dat dit er ook zou kunnen helpen. Ja. Als ze hier, al had ze inderdaad het maar leeggelaten. Ja. Of, maar niet een ander erin. Nee, dat vond ik jammer. Want ik dacht, god, dit is nou zo'n moment waarop je even, waarop reality even jezelf iets kan brengen, zeg maar. En het blad gaat natuurlijk altijd over haar leven. Het is wel zo, dit moet ik even in defense van Linda zeggen. Nee, maar dit is niet in het aanval. Want maar vind ik altijd moeilijk hier. En dat heb ik al eerder gezegd. Nee. Dan lijkt het net alsof ik haar aanval. Nee, maar ik bedoel meer om even... Met zo'n glossy is het probleem dat je hem
heel ver voordat hij uitkomt naar de drukker moet doen en zo. Dus, want Linda heeft echt nog wel wat statements de wereld ingestuurd, namelijk 3. Maar misschien was dit echt zo van op dag 1 na dat hele Jeroen Rietbergen gebeuren en wisten ze echt even niet meer wat ze moesten doen. Heeft ze daarna pas al die statements naar buiten gebracht en hebben ze toen echt acuut dat blad helemaal veranderd. Dus dat ze even niet wist van ja, wat moet ik in godsnaam in dat editorial zetten? Want het probleem is, wat ze toen erin had gezet, was nu misschien al lang weer ingehaald door het nieuws. Nee. Want het zijn altijd hele tijdloze dingen. Maar wij zijn natuurlijk met z'n allen ook niet gek. Dus ik vind dat iemand van die redactie, het liefste Karin Schwerink, want Karin Schwerink heeft dit natuurlijk ook moeten schrijven. Ja. Dus daar is in ieder geval 2 dagen overheen gegaan, want zij schrijft ook niet heel snel. Dus, nou, ik denk dat je in 10 minuten kan schrijven. Ik denk dat iemand de tegenwoordigheid van geest had moeten hebben, dat ze zeggen, laat het dan leeg. Ja, dat had ik interessanter gevonden. Gewoon niks schrijven. Gewoon, dat is interessanter, vind ik, dan dat je denkt, nou laten we haar, en zij heeft dan ook alleen maar daar natuurlijk over. En dat vond ik een gemiste kans daarin. Ja. Omdat ik vind het juist zo goed van haar dat zij probeert om ook wel echt wel eerlijk te zijn, ook in dit soort dingen. En dan als je dan even niet weet, zeg dat dan maar gewoon. Ja, ik weet het nu gewoon niet. Ja, ik heb even helemaal niks te zeggen. Punt. Maar vind jij ook dat ze op die cover had moeten staan? Of maakt dat je dan niet zo heel veel uit? Nee, snap ik heel goed dat ze daar niet met lachen uitlopende mascara en zo. Samen heel mijn klemmen ze dan niet achter. Zo soort. En zo leuk lachen met de rest is ook niet echt. Dat heel is fijn. Dat snap ik heel goed. Dat zou ik ook. Maar het is wel inderdaad een vrij lastige kwestie. Ik ben het wel met je eens inderdaad dat om een heel ander iemand erin te changeren is eigenlijk niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee want iedereen weet toch wat er is gebeurd. Daarom. Dus, en het is juist zo leuk dat zij zo'n connectie heeft met de lezers. Ja, en dat die ook, zoals Oprah dat heeft. En, en dat je dan... Maar Oprah heeft volgens mij nooit zo'n schandaal aan haar broek gehad. Kijk, dat ze niet kon afvallen, dat is niet zo heel erg. Nou, en toen met dat vlees en toen een keer met die racisten en dingen. Maar goed, nooit zo persoonlijk van Stedman. Nee, niet Stedman heeft een of Gail. Iemand rondgestuurd. Of Gail, inderdaad. Eigenlijk is Gail de partner, maar Stedman. Volgens mij dezelfde figuur, maar met een opplaksnor. Precies. Maar goed. Gekke snor. Nee, maar goed, dit is natuurlijk nog wel wat heftiger dan wat Oprah heeft meegemaakt. Oprah heeft natuurlijk wel haar misbruik in haar jeugd en zo. En dat zijn maar dat had natuurlijk al heel lang kunnen een familie die werken. Er ineens over begon te praten. Zo. Dus volgens mij heeft zij nog wel... Maar niet dit soort dingen. Nee, dit is wel vrij pittig. Maar dat geeft je dus... Daarom vond ik zo... dat is misschien een beetje een trap te ver. Maar toch, die Marina Abramovic, die dan kunst maakt van dat ze verlaten is, dat haar heel pijn heeft gedaan, dat die Olaf vertrok, maar dat ze daar dan weer, dat ze dat dan weer ombuigt naar een soort kunst, dat vind ik dan altijd heel mooi. Omdat dat geeft jezelf zo'n kracht. Ja, zeker. Dus zo'n lege pagina zou mij pijn hebben gedaan om te zien. Maar vond ik eigenlijk wel wat er aan de hand dat is met haar. Dat is inderdaad wel meer krachtig. Want ik vind het wel super erg dat zij dan van allerhande kanten werd aangevallen. Want zij kan daar natuurlijk verder... Het is verschrikkelijk voor haar. En wij weten in die end natuurlijk allemaal niet precies wat zij wist. Sowieso niet, maar in ieder geval niet dat zij denkt van... wat is hij goed bezig. Nee. Dat snappen wij zelf ook wel. Nou, daar staat er een interview in met Janice en Ellen ten Damme. Wie is Janice? Dus de modeontwerper. Oké. Ken je hij ik ken hem niet. Ja, ik ken hem wel. Hij is een Brabantse modeontwerper. En ik vind hem altijd wel sympathiek en leuk. En hij is dan heel erg op Instagram. Dat volg ik niet zo heel erg hem daarop. Nee. Maar goed, en dan zegt hij dan... ik herken het als mens vooral. Dus... vroeger vond ik het leuk om te chockeren, te schofferen bijna, zegt Ellen ten Damme. Maar ik vind het inmiddels wel fijn als mensen gewoon blij naar buiten gaan. Dat vind ik het leuk van mijn beroep. Maar ik denk dat jij dat als couturier ook wel herkent. Dan zegt hij, ik herken het als mens vooral. Zo zit ik in elkaar. Ik ben een deler, zegt hij. Je hebt het net tijdens de fotoshoot kunnen zien. Ik ben steeds met iedereen aan het bellen en aan het facetimen. Ik wil iedereen meenemen op reis. Oh, maar denk ik, ja maar Janice,
Je dan bent wel dus met Ellen ten Damme bezig. Ja, je bent dus niet met de fotoshoot bezig. Nee. Of met het connecten met mensen waar je gewoon bent. Oh. Want dat is nu tegenwoordig wel heel erg aan de hand. Dan merk ik ook wel eens, ik ben wel eens met mensen en die maken dan heel de tijd foto's van hun eten. Van ik weet het niet. En die zet heel op Facebook van, oh, het was weer een geweldige dag. En dan allemaal foto's van. Ontzettend irritant. Nou ja, en dan denk ik ook, als ik die foto's op Facebook zie, denk ik, god, is ook niet leuk met wie je bent. Want ik vind fotografen. Ik vind sowieso mensen die gaan facetimen tijdens een fotoshoot met jouzelf. Ja. Dat lijkt me ook heel vermoeiend. Dus dat een deler te noemen, ja. Nee, dat vind ik ook vermoeiend. Je bent dan niet het helemaal aan het delen. Nee, eigenlijk. Want fotograferen maakt anderen, vind ik, best eenzaam. Ja. Want als iemand de hele tijd bezig is met foto's, met leuke dan ben beelden je niet maken. Met, nu met mij, of je hoeft niet met mij bezig te zijn, maar als ik met iemand ben, is het wel fijn als het ook even om mij te thuis ook heel vaak uit te leggen. Oh ja? Nou ja, ik vind bijvoorbeeld appen, vind ik toch ook al. Kijk, ik vind het prima dat je af en toe een app naar iemand stuurt. Ja. Maar als je eigenlijk zit te converseren, vind ik iemand tussendoor zit niet. Ondertussen een gesprek met anderen. Ja, dat vind ik gewoon heel erg irritant. Ja. Maar dat is een beetje het lastige, dat je kunt nu twee gesprekken tegelijk voeren. In principe, al is het erg lastig. Je zou ondertussen een beetje zo kunnen. Maar ja, ik vind dat dus niet. Nee, bij mij gaat netjes. Het niet. Ik zou dan niet fijn. Ik kan het niet heel veel mensen tolereren. Heel ja, veel mensen ik kan het niet. Nee. En ik wil het dus ook niet met iemand anders. Als iemand gaat zitten denken, denk ik, nou, dan stop ga ik dat dus dan met doen. Praten. Ja, dan pak ik nu de fiets. Ja. En dan hebben ze dus, ik ben de baas, en dan hebben ze dus topwijven, noemen ze dat. Keihard werk, genadeloos onderhandelen, niet bang zijn om te falen of nieuwe dingen uit te proberen. Nou, dan hebben ze het over Anna, Nikki, Brit, Milushka. En dan hebben ze Nikki Plessen natuurlijk, die heeft een heel modebedrijf. Een modebedrijf uit van de leggings. Van leggings, ja. Nou, stel ik mij nu voor een neplederen legging. Maar het zou kunnen dat ik nu een rechtszaak aan mijn broek heb hangen. Want nobody knows what it is. Aan je leren legging in hebt hangen, ja. Altijd neplederen legging aan. Oh, die moest ik een keer aantrekken in de winkel. Ik voel me zo ongemakkelijk. Moest je aantrekken nou, in de winkel? Zei, probeer dat nou even. Ik zei, ja, maar dit ben ik niet. Ja, maar dit kun je zijn. Ik zei, ja, maar ik wil het niet zijn. Hij deed het wel aan. Wel aangetrokken. Jee. Ja, ze... Maar dat was niet bij Nikki in de nee, winkel. Nee, ik ben eigenlijk nog nooit in die winkel geweest. Dus dat hele verhaal van die nepleren legging, geen idee waar ik het vandaan nee. had. Associatie. Nou, en Anna Nushin, die heeft dan een... Ik weet ja, niet een wat bedrijf rond zichzelf. ik weet niet wat die haar bedrijf doen. Is. En Milushka, die doet dan koken en zo. En die heeft ook nog volgens mij Imperium. Een podcast. En een magazine. En heeft een eigen magazine? Zeker. Goed, Maarten Verossen ook. Ja, iedereen heeft een eigen. Ja. En Britt Dekker. Britt maar Dekker, wat heeft zij dan voor bedrijf? Britt Dekker? Ja. Heeft een YouTube-kanaal Paardenpraat TV. Oh ja, Paardenpraat. Oh, dat kan mijn zoon zo grappig zeggen, Paardenpraat TV. Oh ja? Ja. Ik hoor altijd mensen die haar hebben ontmoet, dat zij heel onaardig is. Maar nee, zij is heel aardig. Nou ja, ik ken haar niet, maar zij zit heel vaak bij Gijs in dat programma. En hij is helemaal dol op haar. Oh, nou, ik hoor allemaal mensen die met haar gewerkt hebben. Die, oh ja? Die zeiden dat ze een beetje eigenaardig is. Ik heb maar waren dat ontmoet. Die paarden? Of? Dus ik weet dat ik dat zeg. Ik hoor nu dat ze heel sympathiek is. Nou, dat is heel, heb heel ik fijn. Uit één bron. Dat is goed om te horen. Ja, en niet heel betrouwbaar, als we heel eerlijk zijn. En dat ondertussen te woord zeggen. Niet heel veel mensenkennis. Maar goed. En dan eindigt het, want we moeten ook naar een eind toe. Want anders zitten we wel heel lang gelang over de Linda te praten. Vrouw zoekt slaaf. Dus dat zijn sekswerkers, zoals we tegenwoordig moeten dominatrixen. Zeggen. Dominatrixen. Dominatrixen. En dan hij wil aan vleeshaak hangen. Oh, dat vind ik heel vervelend. Oh, scheten laten doe ik niet. Ik hou het graag chic, zegt ze. Dat vind ik wel. Maar is dat ook een ding, goed. Scheten laten? Weet niet, bij haar wel in ieder geval. Goddess Skyler, 34, doet aan findom. Wat is dat? Dat weet ik niet. Gaat het even lezen? Heeft twee kinderen. Ik wil de eigen baas zijn. Werk doen dat past bij mijn dominante karakter. En geld sparen voor een nieuwe investering. Maar vooral wilde ik genoeg verdienen om mijn kinderen, voor wie ik de volledige zorg draag, een goede toekomst te kunnen geven. Ik ben dominatrix en hou me bezig met BDSM. Bondage, discipline, submissie en sadomasochisme. Ik heb mijn eigen stijl en specialiteit. Zoals anal play. Oh, spelen met de anus. Van een ander. Anus-spelletjes. En medical play. Welke play? Medical. Oh, dus met paracetamol. Met zetpillen in de weer. Ja, weer kan je, of een temperatuur meten. Kan ze combineren. Ja, God is Skyler. Eerst ooit aan gedacht. Bij dat laatste werk ik met naalden.
Oh nee. Oh bah. Zodra ik mijn outfit aantrek, ben ik God of Skyler. Ik werk vanaf snack.nl. Nou ja, wel raar dat je op die site denkt, ik ga kroketten bestellen. Nee, S-N-A-C-C. Ja, snack. En vanuit mijn eigen studio. Een sessie is in mijn ogen geslaagd als het een vlucht uit het echte leven is. BDM kan de sleutel zijn tot meer balans en geluk in het normale leven. De maatschappij is soms streng en veroordelend. Het is aan mij om iemand tijdens een sessie dichter bij zichzelf te helpen. Met naalden en zijn anus. In een rol als Duitse strafkamparts heb ik bijvoorbeeld... Ja. Als Duitse strafkamp heb ik bijvoorbeeld de klant kunnen bijstaan in het verwerkingsproces. Nou, had hij in zo'n kamp gezeten? Ik weet het niet. In dit vak sta ik nergens meer van te kijken. Maar er zijn dingen waaraan ik me niet waag. Zoals boeren en scheten laten in iemands gezicht. Daarvoor kloppen ze maar aan bij een ander. Ik hou het graag chic. Maar kunnen mensen scheten op commando? Nee, dat kan zij dus ook niet. Misschien nee, heeft ze daarom maar niet zij in heeft het... collegaatjes die dat kunnen. Dan zegt oh, dan moet je even naar Dominatrix. Ja. Die laat rustig een scheet in je gezicht. Dat wil ik Strea hier om de hoek. Die, kan je doen, maar een scheet op commando... Nou, een boer op commando zou ik ook niet kunnen. Nee, maar ik kan het ook niet. Maar heel veel mensen kunnen boer op commando. Nee, maar goed, dat kan ze niet. Daarom zegt ze dat ze niet als assortiment precies, heeft natuurlijk. Dat is gewoon... Het is onkunde. Kijk, anal play is heel erg makkelijk natuurlijk. Ja, maar het is ook een beetje flauw als je anal play bent en van scheten... Ja. Dat is, oh, ba, ba, ba. Ja. Dat is al net een tram te ver. Je zit wel met een naald in iemands anus te poeren. Maar dat vind ik niet chic. Nee, dat vind ik niet chic. Ik ben zo benieuwd hoe je... Misschien eet hij dan van tevoren gewoon heel veel bonen of zo... voordat er iemand komt. Dus die andere dominatrix, naar wie ze toest. Nou, maar dan moet je ook weten wanneer die komt. Komen. Nou ja, hij moet van tevoren aangeven. Want als je net heel veel bonen hebt gegeten... dan zegt hij, nee, ik wil niet scheten. Ik wil gewoon dat je medische play met me doet. Nee, nou moet het. Ik wil dat je met een hamer op mijn knieschijf slaat. Ja, dat wil ik best doen. Maar dan moet ik er wel mee scheten. Want daar heb ik mezelf op voorbereid. Dan maak ik voor de Duitse strafkampbehandeling. Maar dan laat je even scheet in mijn gezicht. Goedendag. Oh, verschrikkelijk toch? Ja. Goed, hartstikke leuk. Ja. Want sekswerkers zijn natuurlijk top. Want dat is een ventiel van de maatschappij. Ja, nou, balans. Zorg voor balans. Nee, zeker. Ik denk, ja, prima, ga erheen, toch? Joh. Nee, echt serieus. Dat is toch een beetje stoom van de ketel via die anal play. Ja, komt het toch met die naald. Ketel. Ja, met naalden in de weer. Ik vind de combi anal play en naalden... Plus Duitse strafkampcommandant, het is wel veel. Ja, ik vind het ook nogal veel. Nou ja, dit was het Roddenblad. Ik vind dat je wel vaker de Linda mee mag nemen. Nou. Oké, het probleem. Lieve Mark, Marie en Aaf. Vorig jaar zijn mijn vriendin en ik op vakantie geweest. En dit is zo goed bevallen dat we eigenlijk nu voor aankomende zomer ook al een vakantie hebben geboekt. Wij hebben dit gedeeld op onder andere Instagram... en toen kregen wij een berichtje van een vriendin van ons die al ruim 2 jaar in het buitenland zit. Zij gaf aan dat ze graag eigenlijk met ons mee wil, omdat ze dan van plan is om terug naar Nederland te komen voor een tijdje. Wij vinden dat best wel lastig, omdat we merken dat de vriendschap eigenlijk best wel verwaterd is. Maar we willen haar natuurlijk niet buitensluiten. Dus we vroegen ons eigenlijk af, wat raden jullie ons aan om te doen? Oké, dankjewel. Pijnlijk. Pijnlijk, hè? Ja, het is maar weer een les dat je nooit iets moet delen op Instagram. Nee. Aan de andere kant, die vriendin had uiteindelijk natuurlijk die vakantiefoto's dan wel voorbij zien komen. Ja, maar dat was anders. Dat was ja, daar waren ze al weg. Ja. Ja. Ja, dus nooit meer zeggen van we gaan dan en dan met die en die. Maar goed, dat station is gepasseerd. Ja. Ik vind dit een hele moeilijke, eerlijk gezegd. Ik vind het echt... Ja, het is gewoon eigenlijk kiezen tussen iemand keihard de waarheid zeggen... of iemand meenemen op reis waar je niet zoveel zin in hebt. Nee, er zitten wel tussenwegen. Echt? Ja, er zijn wel tussenwegen. Maar je hoeft niet per se keihard de waarheid te zeggen. Nee, oké, misschien omvloerst de waarheid. Nou nee, je zou kunnen zeggen... Goh, we hebben iets geboekt voor 6 mensen. En wij zijn met z'n 6. Als je daar eerder mee was gekomen... snap je, had je ook nog een laf kunnen zeggen als je eerder... Was, had je meegekund, maar nu moeten we een kinderbedje bijplaatsen. Ja, dat is heel erg ingewikkeld. Dus je zou eventueel nog wel iets kunnen doen. Ja. Maar is dat nodig? Want je zou ook kunnen denken... We hebben elkaar 2 jaar niet gezien, is verwaterd. Ja. Maar misschien als ze meegaat, dat het ook weer... Want het komt natuurlijk ook omdat je elkaar niet hebt gezien 2 jaar. Best wel lang. Ja,
Ja. En nou, bij hele goede vrienden van mij, als die twee niet zien, dan heb je het nog steeds heel gezellig. Precies. Maar ik kan me voorstellen dat je niet per se meteen helemaal op vakantie wil. Dat je denkt, nou, ik wil er heus wel weer zien als ze in Nederland is. Maar misschien niet 2 weken met er op Mallorca zitten. Ja, dus wat zou jij adviseren? Ja, ik vind het wel wat veel om iemand mee op vakantie te gaan nemen. Puur omdat je het gevoel hebt dat het anders lullig is. Mm-hmm. Ja, ik zou echt liegen. Wat zou je dan zeggen? Nou ja, zoiets van, we hebben een heel speciale wandelreis van hut naar hut. En in die hutten staan altijd maar 3 stapelbedden. Daar passen exact 6 mensen. Ik zou zo'n ingewikkelde leugen gaan maken. Alles om maar niet te hoeven zeggen, we willen hier niet mee. Ja. Nou ja, of ik zou toch gaan nadenken. Kijk, het ligt een beetje aan hoe groot die groep is, maar stel je gaat met z'n 10, ja, is nummer 11, is dat nou nee, zo'n maar stoorzin? Met z'n 4, 5, is heel wow. anders. Ja, dat is een heel andere dynamiek. Ja. En ik heb ook wel ergens het gevoel, het is misschien niet alleen maar verwaterd, het is misschien ook gewoon een beetje van, god, waarom waren we ook eigenlijk allemaal vrienden? Ja, maar dat proef ik er wel een beetje aan. Het is niet de allerbeste vriendin ever. Nee, want anders ever. Vind je het gewoon leuk. Ja. Weet je, dan neem je diegene gewoon mee. Ja. En als je 2 jaar al weg bent, is het ook, ja, dan zouden ze in die 2 jaar heus wel een keer naar haar zijn gegaan. Ja. Mocht dat een hele goede vriendin zijn. Het was wel de coronatijd, dus misschien zat daar iets. Oh ja. Maar goed, dan hou je toch heel veel contact. Of als je dat niet doet, dan is het misschien. Je zou wel tegen haar kunnen zeggen, goh, ja, we hebben dit nu zo afgesproken. Dit laten we gewoon zoals het is. Ja. Het is te ingewikkeld om dat allemaal. Maar laten we elkaar wel zien. Ja, misschien moet je juist niet. Dit is inderdaad altijd mijn makke als ik probeer iets te gaan uitleggen. Moet je het niet heel erg uit gaan leggen. Gewoon zeggen van, nee, superleuk dat je het aanbiedt. We hebben het nou geboekt. Nee. We laten het zo. Ja, want als je een heel dat verhaal voor die hutten toch gaat vertellen. Ja, nee, en dat helemaal zou ik gids. En die alleen maar groepen van 6 personen, nooit 7. Nee, dat zou ik niet doen. Want die heeft autisme, die gaat liever in een grote groep. Nee, die trekt dat niet. En ja, die fonduepan, daar passen maar 6 stokjes in. En ja. Nee, dat moet je allemaal niet doen. Nee, dat moet je allemaal niet doen. Je mag ons wel naar Schiphol brengen, bijvoorbeeld. Nee, heb je nog nodig. Kun je een busje besturen? Ja. Nee, maar ik bedoel, dus nee, zeker. Je moet niet te veel uit gaan leggen. Ook als je bijvoorbeeld s'avonds een keer niet kan ergens, of je wil niet ergens naartoe, moet je gewoon zeggen, van ik kan niet. De oppas is ziek en te verzinnen. Nee, gewoon zeggen, ik kan niet. Ja, ik kan niet komen. Sorry. Ja. Nee, dus je kan zeggen van, superleuk dat je het aanbiedt. Wij hadden het helemaal zo bedacht met z'n zessen. Dus dat gaan we dit jaar doen. Misschien volgend jaar. Je zit nu toch weer zo van misschien volgend jaar eraf halen. Ja, leuk dat je het aanbiedt, vind ik ook niet een heel goed aanmatigend. Begin. Aanmatigend. Nee, dat is eigenlijk best wel lullig. Wat leuk dat je het vraagt. Nee. Ja. Leuk dat je het aanbiedt. We hebben er 0 oren naar. Oh, wat is dit ingewikkeld. Ja, dat is best een moeilijke. Maar gelukkig zijn ze met meerdere mensen. Dus het komt niet op 1 iemand. Nee, maar dan hoor je van een hele groep. Je mag niet mee. Dat is leuk. Nee, maar je zou wel gewoon kunnen zeggen, goh, we hebben dit nou zo afgesproken. Want ik ben bijna geneigd om te zeggen, goh, was er eerder mee gekomen, dan leg je de schuld bij haar. Hey, hoe bedoel je? Was er eerder mee gekomen? Als je het eerder had gevraagd, snap je? Hadden we nog even een ticket voor je kunnen regelen. Jouw schuld. Dan is het je eigen schuld, snap je? Jouw dat schuld dat je het pas goed. Nu op Instagram hebt gezien. Dat is ook niet goed. Dus je moet gewoon zeggen, goh, we hebben nu afgesproken om het zo te laten. Laten we het zo houden om alles weer overhoop te gooien. Maar als je terugkomt naar Nederland, dan kunnen we elkaar in ieder geval zien. En dan misschien volgend jaar. Dus toch dat misschien volgend jaar erin? Ja. Ja, want dan geef je haar wel nog. Ja. Een draad om zich aan vast te houden. Ja, plus, dan ga je elkaar. Als zij nou terugkomt naar Nederland, dan zal je en dan zien. En dan voel je ook meer hoe die vriendschap kan zijn. Precies. Misschien is het weer helemaal oké. Okay, misschien blijft het een verwaterde toestand. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook, als je met meerdere mensen gaat, heeft zij niet dezelfde band met iedereen. Nee. Dus dat is ook altijd nog wel iets om. Want met één ben je toch iets beter bevriend dan met de ander en zo. Ja. Dus, nou ja, en ik vind ook ergens vanuit die vragende vriendin. Ik vind het ook best wel wat om gewoon te zeggen tegen een groep mensen die al samen een reis heeft geboekt, waarvan je dus 2 jaar niet zo heel veel contact had, van hi, mag ik mee? Ik bedoel, nou ja, ik vind het best wel veel gevraagd. Is waar, maar aan de andere kant, vragen staat vrij. Ja. En als je dan zo blunt vraagt, zeg maar, dan kan je ook zeggen van, nou nee, dan nee, dat bedoel ik. Dan precies, mag je ook wel iemand mag je even, ook wel zeggen. Zij ja. is ook een beetje bot in die zin. Ja, dus wij zouden adviseren, gewoon zeggen van, Nee. Ik heb nog 1 simpel, clean mededeling. Oh. De problemen kunnen tegenwoordig naar de mail. Oh, precies, ja. markmarieenavindeniets@gmail.com. Het liefst hebben we een gesproken bericht. Typ er wel even bij wat het probleem is, want dan kunnen we het meteen even zien.
kan je gewoon mailen. Ja, hartstikke goed. Nou, wij zien, we hebben altijd een goede oplossing. Zeg gewoon nee. Ja. Nou, tot volgende keer. Tot dan.